En hele goedemorgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is zondag. Het heeft net geregend. Het is weer droog, gelukkig. Ik ga mee zijn nemen. Ik ga tanken en ik ga naar Amsterdam met mijn kind. Ja, ga je doen? Foto's maken. Ga je daar van Amsterdam? Ja. We hebben zin in. Dus maak even lekker een dag uit van. Dus, let's go. In Amsterdam en dan sta je echt fucking naast het water geparkeerd. Ik vind dat eng. Ras, ja? Spring erin dan. Er staat hier een boot, hè? Oh, dan kun je een bootje varen. Er staat hier echt nog een boot. Oké. Okay. Bizar. Oké. Okay. Nou, foto's maken. En door. Geen idee waar we zijn. Hoe heet dat hier, Ras? Weet ik veel. Ik ben heel veel nooit geweest. Jut en Jul in Amsterdam. Nou, dat toch niet te geven. Het is ook fucking vroeg ook. Maar ik denk, dan ben ik de drukte lekker voor. Dus. Leuk hè, Amsterdam ras. Zie. Maar we hebben het koud, dus we gaan weer richting auto lopen. Oké, ja, we zijn niet heel lang geweest, maar het is echt behoorlijk koud. Het is echt koud hè. Voor ons doen is het koud, ja. Dus we gaan teruglopen. En Rasje en ik gaan lekker eten. Toch? Ik heb Chinees gehaald, bok gehaald. Nasse. Zo, het is bij 7 en ik ga de vlog afsluiten. Want ik ga nog even gauw douchen. Want ik wil even mijn haar wassen. En dan ga ik lekker naar bed. Ik ben niet moe of zo. Ook niet verrot. Ik heb wel pijn met mijn poot. Dat wel. En een fucking. Kan ik hier neerzetten? Ah, ik kan je neerzetten. Dat is makkelijk. En een opgezwollen kop. Maar dat komt weer door de diclofenac. Hamsteren. Maar goed. Douchen. Wou ik wel even meedelen. Mijn nagellak zit er nog steeds op. Dat heb ik vorige week in de vlog zitten lakken. En het zit er nog steeds op. Zonder chips of wat dan ook. Top. Ja, zonder chips. Netjes. Dus. Ja, ik ga het. Lekker even gauw mijn dingetje doen. Heb ik een drukke week? Nee. Nee. Ik heb alleen woensdag afspraak en vrijdag afspraak. Dus tussendoor wat knallen voor de site en ja, storytimes opnemen. Ja, oh ja, kut. Ik heb ze verwijderd natuurlijk, die andere, omdat ik het er niet meer eens was. Dus die moet ik echt opnieuw maken, want ik wil op elke vrijdag wil ik dan een storytime gaan posten. Ja, dus dat ga ik morgen doen. Daar ga ik morgen mee starten. Dus er komt aanstaande vrijdag komt de eerste storytime online. Dus, maar goed, heel bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen. Een hele goede morgen. Het is maandag 8:15. En
Het is een partij pleurisveer. Niet doen. Dus, en dan moet ik doorheen zo. Dus dat wordt rennen naar de auto. Rennen. Dus, niet veel te doen vandaag. Ik ga even mijn boodschappen doen, dan ga ik aan het werk en mijn huis doen. En that's it. Dus, let's go. Het is 2:30 of zo. En dit is al de hele dag zowat mijn plekje geweest. Dus ja, niet veel gevlogd. Ik heb pijn aan mijn poot en zo. En ik weigerde mijn diclofenac in te nemen, want daar wil ik gewoon vanaf. Maar ik heb hem net toch maar ingenomen. Ik kan gewoon niet zonder die pijnstillers. En daar baalt deze meid van. Dus. Ja. Want je is ook thuis. Want het zeikt regent natuurlijk. Echt zeikregen. Dus ja. Nu heb ik even gauw droge kleren weer niet op school gebracht. Want het kind was helemaal doorweekt. En ik kon niet meer rijden, want ik heb echt pijn gehad. Oh, wat lopen we te zeiken. Bla bla bla. Maar goed, that's my life. Dus ik ga nog even lekker liggen en dan is het weer spitsje hier zo. Ik moet alles weer eten, trainen, bla bla. Bla, bla. Dus. Echt zo'n maandag. Waarvan je denkt, wauw. Maar ja, goed. Mak je. Dus ik ga nou even lekker chillen. Doei. Dit is serieus mijn nieuwe verslaving. Paddenstoelenmix en oesterswammen opbakken. En dan met een gebakken eitje. Top. En Neo eet een broodje gezond. Ras eet tosties. Ron eet gebakken ei. En ik mijn champignons met een gebakken ei. Zootje ongeregeld weer. En goedemorgen. Het is dinsdag en ik ga wat op aangekleed. Doei. En het is inmiddels alweer 11:50 en ik ga maar even de huisfruit hangen. Ik heb de wassen aan het droog gedaan. Ik heb gestofzuigd beneden. Ik heb de auto gestofzuigd. Mijn klauwen zijn bevroren. En ik ga nu eigenwijs proberen onder een zonnebank te gaan. Ik ga het toch maar gewoon een keer proberen. Ik weet alleen niet of ik hem dicht krijg. Meestal deed ik hem dus met mijn kapotte been dicht. Omdat die klep een beetje blijft hangen. Maar ja, ik krijg het nu voor elkaar. Nou, proberen. Als het niet gaat, gaat het niet. Dus, en daarna ga ik mijn nagellak eraf halen. Want gisteren zei ik, ik zit er al netjes een week op. En het zit er ook nog steeds goed op. Maar, kijk, tip, 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 tip. Dus dat gaan we eraf halen. En dan kunnen ze even luchten. Ja, verder heb ik gewoon echt niet veel te vloggen. Nee, ik ben alleen maar aan het werk. Nou, dat is niet leuk. Tuur het nou een beeldscherm. Geloof mij. Nee. Dus. Morgenochtend heb ik wel een afspraak. Kan ik veel of niks over zeggen. Ja, vrijdag naar de tandarts. En vandaag sluit ik deze vlog alweer af. Dus heb ik echt bar en bar weinig gevlogd gewoon. Slecht verhaal. Dus. Maar goed, ik ga het onder de zonnebank. Nou ja, poging doen.
Hi. Oh mijn god. Ik sluit bij deze de video af, want mama is chagrijnig. Ja. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En we zien jullie morgen weer. Doei. Doei.